Zo'n hekwerk is wel leuk. Hey mensen, top dat jullie weer kijken. Hey Bram, top dat je uit je bed bent, jongen. Hey, kijk hier wat wij ondertussen gedaan hebben. Deze staat al in elkaar, joh. Hey, zie dit. Mooi hekje. Dat is een schitterend tuinhek, toch? Zeker. Ja, degelijk hoor. Maar we hebben even kunnen oefenen, dus het is mooi. Dan kun je gelijk filmen dat we deze in elkaar hechten. Deze kant. Hij is natuurlijk nog niet klaar, we hebben hem alleen in elkaar gehecht. Hij moet afgelast worden en dan moet hij natuurlijk ook nog heugels aan om vast te maken. En ook aan de binnenkant moet ook nog een soort van bodem erin komen. Dus. Ja, dan moeten we dit nog, voor, nog iets voor gaan bedenken. Hè? Voor dat de persen of de walsen. Of, ja, of we moeten ze inslijpen en dan buigen. Maar dat is ook niks. Of een stripje walsen en een stripje laten snijden. Dat kan ook. Dat moeten we nog even bekijken. Is het wel? Ja, het ziet er goed uit toch? We moeten alleen nou deze hoeplijnen gaan maken, ook waar ze mee worden opgehangen. Ja, dit zijn de makkelijkste nog. Die voorste zijn lastiger, want er zitten namelijk hoeklijnen in die heel scherp gebogen zijn. Dus we moeten even gaan kijken hoe we dat gaan doen. Of we dat heet kunnen stoken en misschien kunnen plooien of zo. Walsen zal niet gaan met die radius, denk ik. Dat is echt wel heel scherp. Ja, de tekeningen worden gemaakt terwijl de producten ook al worden gemaakt. Hè? Ik moet eventjes een paar aanzichten erbij hebben om die hoeklijnen te kunnen zagen waar die mee vast zit. Hup.
Ik wil juist een beetje een kiertje hebben. Dat is beter. Het is bijna klaar, maar we hebben natuurlijk deze nog nodig. Die gebogen hoeklijn. En als het goed is kunnen ze dat bij staaltje vakwerk. Dus we gaan een hoeklijn meenemen. Dan gaan we daar naartoe en dan gaan we kijken of we hem kunnen walsen. Zo, want zo kan die daar naar buiten. Deze moet je aan de kant zetten, dan zijn we er al. Zo. Even kijken. Nou, het beste zo trouwens. Is het diep genoeg dan? Denk het wel. We kunnen zo even passen. Ja, dan moeten die andere ook eventjes zo hetzelfde doen, denk ik. En dan deze. Oh, maar dat feest gaat dus ook niet op, zie je dat? Want deze kan er niet overheen. Oh, ja. Dus dan moet hem toch aan het uiteinde hebben. Oké, het is even een beetje puzzelen. Eigenlijk hadden we deze ring meer naar daar willen hebben, zodat de flange wat ondersteund werd. Maar dat, ja, dat gaat niet. We hebben daar niet de ring voor die hier tussen past. Maar ik denk dat ze ook wel lukt. Dus we proberen het gewoon eventjes. Nou, wat? Hij moet wel zo. Hij moet er gewoon zo tussen. Overzetten. Ja, dit moment. Wacht even. Zit een beetje naar daar toe? Ja, zo moet je recht. Oké, laten we kijken wat er gebeurt. En gewoon zo een stukje openzetten en gewoon zo. Ja, zo ja. En dan ondertussen een. Dat is het enige manier die ik met een rug kan zouden. Nee, ik ga je niet, maar. Hij doet het. Hij doet het wel. Hij doet het. Thank you.
ik wel. Dat lijkt er volgens mij al best wel veel op als wat hij eigenlijk moet zijn. Ja, dat zou ik niet kwaad. Hij moet het hier hebben hoor, dadelijk. Volgens mij is hij al niet heel slecht. Als we hem dadelijk eens even stoppen als hij precies daarboven staat, dan kunnen we een beetje vanaf hier naar beneden daar. Dit lijkt er al best wel goed op, geloof ik. Oh ja, wacht. Waar ben je, jongen? Hey. Hier, dat is al meer dan genoeg, zie je dat? Ja. Dat is al veel zelfs. Deze is al 2,20, dus hij is al te veel eigenlijk, maar dat maakt op zich niet alles uit. Weet nou nog eens, die trek al gaat er nog op. Huh? Rot hem maar door, dan is hij al goed. Ik denk het wel, hoeven we er niets meer aan te doen. Is jouw schip het niet langer goed? Nee, hoeft niet rond te zijn. Oké. Okay. Oeh, maar dan gaat het helemaal makkelijk al. Ja, daarom, we kunnen smokkelen. Ho, te veel. Het is natuurlijk een Chinees ontwerp en ook in China gebouwd, dus kunnen smokkelen. Anders is het niet origineel. Perfect! Ja hoor. Hey. Staat je vakwerk, denk ik. Ja hoor. Ja, dat is perfect. Dat komt goed. Ja, hij moet dan 3 meter zijn, maar deze, hoor, ja, hij is grappig, maar dat maakt op zich niet alles uit. Als jij die hoek daar pakt, dan trek ik hem zo met 2 een beetje naar buiten, net op. Ik zou de super doen en dan de smak met 2 in de ronde. Dat is waar. En dan begin je gewoon op die kant te lassen en dan trek je gewoon in de ronde mee. Nee, maar dit zijn van die stukken die komen aan de binnenkant van die hekwerken. Dat liggen van die spijltjes liggen er allemaal in. Maar dit komt goed zo hoor. Hey, bedankt Arie. Dan oké, okay, hey, dan gaan wij meenemen als je het goed vindt. Je laat leven voor werken. Precies ja. Kijk. Hij draagt nou minder makkelijk als net. Zo, ah, komt goed. Hey, tot de volgende! Tot de volgende! Doei! Als we allebei als we hè? Kijk, dan hebben we zo kunnen trekken. Ja, maar dan plooit je alleen maar daar. Dan plooit je alleen maar daar. Ja, dat heeft hij al gedaan, zie je dat? Daar is die radius ook al klaar. Een beetje op ja, hij buigt daar in het midden. Ja, een beetje op alle plekken dus. Ja, ja precies. Ja, dan moet ik nog iets doordraaien nog. Wacht zo. Kijk. Voor deze kant. Ja. Zeg maar eens. Ja, zo wordt hij mooi al. Ja, daar denk ik, ja. Ja. Zo. Zo. Zo maar. Dat is al wel veel. Ja, dat is al veel. Terugbuigen, dat kunnen we niet. Pas op voor je hoofd daar, want er komt een stuk aan, hoor. Ja. Ja. Hey, goed is. Hey, ons mooie gebogen hoeklijn, die hebben we nog niet direct nodig. Want ja, dat moet hier aan de binnenkant komen. Dat zijn deze meneren. Alleen, we moeten natuurlijk deze steunen. Die moeten er ook nog aan en die kunnen nu zeg nog maar zo zijn, zeg maar. Dus die moeten we straks eerst eraan zetten. Kunnen ze even passen en als ze dan goed zijn, dan kunnen we die hoeklijn slijpen en erin zetten. Dus daar gaan we mee verder. Ja, en deze die heeft nog een beetje extra aandacht nodig, want deze is krom getrokken. Tenminste, die hebben krom, deze steun staat er scheef in.
Dus die ga ik hierboven even losslijpen. Hier deze hechtjes doorslijpen. En dan gewoon op de werkbank richten. Maar dat komt wel goed. Kijk maar, dus die 3,45, maar die moet je dan eigenlijk gewoon 3,40 maken, omdat die daar binnenin ligt. Ja. En dan onder een hoek van 70 graden. Je moet ook goed opletten, die hoeken, die liggen net andersom ten opzichte van elkaar. Deze wijst naar hier, met een strip, met de flange. Exact, die bovenste wijst naar binnen. Ja, de flange zit zeg maar bij de bovenste zit die boven, en bij de onderste zit die onder. En bij de bovenste zit hij met zijn... Oké. Ja. Op de pijnbank. Konijnren. Dit is voor het konijn van Monty Python om dat binnen te houden. He, met die gemene tandjes. Ja, dat is degelijk zo. Ik vind dat we dit snel gedaan hebben eigenlijk toch. Ik had eigenlijk niet gedacht dat we dit zo vlot af zouden hebben. Nou, het is natuurlijk nog niet klaar, maar het grootste deel, dat staat er toch. We zijn al over de helft. Ja, sowieso. Ja, we moeten nou even kijken hoe we die steun het beste kunnen maken. We hebben die lengtes natuurlijk. Ja, en die hoeken. Ja, volgens mij, ik durf het eigenlijk best op de werkbank te lassen. Want ik heb die afstand zeg maar tussen die hoekpunten in zo, heb ik. Ja. En de hoek ook zeg maar, dat die maakt. Dus ik kan de hoek kan ik meten. Dan kan ik eentje zeg maar vasthechten zoals die moet komen. Ja, en dan kijken we. En dan die andere, de afstand meten. En dan ook de hoek meten als ter controle. En dan ook gewoon, maar dat kunnen ze eigenlijk gewoon zelfs vastlassen, denk ik. Ja, dat is eventjes, dan moeten we even pas maken natuurlijk. Ja, en hier, hè, die voorste bochtjes, die hebben we natuurlijk nog niet. Wat hier aan moet komen. Daar moet nog een stuk. Maar, daar krijgen we als het goed is gesneden plaatjes voor. En dan kunnen we dat maken. Daar zitten eigenlijk van die geperste hoeklijnen zitten daarin. Maar die krijgen wij zo natuurlijk nooit gewalst. Dat is echt wel zo'n krappe radius. Dat was 210. Dus dat is echt wel heel erg scherp. Oké. Hoe ver was je met die hoeklijnen? Ja, deze had je al eentje, hè? Ja. Oké, nou dan nemen we deze mee naar binnen. Voor die twee heb ik er allebei twee volgens mij. Ja, alleen deze kunnen we er nog niet aan hangen, want daar hebben we de dingen niet van. Maar kunnen ze er wel aan lassen trouwens. Eigenlijk. Gewoon met een hechtje eraan zetten. Ja, ik heb van deze heb ik die twee en van die heb ik
Ja, ook dan die twee denk ik. Ja, want die voorste hier, dat is de gebogen ding. En daar zit dan, daar zit echt een heel kort stukje hoeklijn nog aan, maar ja, dat stelt niks voor. Oké, laten we deze mee binnennemen. Dan gaan we die hoeken eraan zetten. Zet hem gelijk op de lasttafel. Even passen hoor. Ik moet even een beetje naar achter duwen. Hey. Dus, misschien moet ik er nog zo een maken. Past wel goed. Zo, ja, inderdaad. Zo'n hekwerk is wel ruig. We moeten alleen hier een kadertje uitlaten. Ja. Dan heb je wel een goed douwhek. Daar kun je nog eens een keer iets mee wegduwen ook. Misschien die tekeningen maar even bijhouden dan. Ja, het is ruig toch, of niet? Ik vind het zeer ruig. Zo. Nou, zo zwaar is hij niet. Als het nou lelijk is, dan zet ik hem gewoon op de pikker. Hij moet meer naar jou toe wel. Hij zit zo iets moet hij. Maar dat komt ongeveer wel met je steun, volgens mij. Kijk. Maar jij zit, bij jou zit hij heel ver naar binnen, denk ik, of niet? Ja. Ja, zie je, moet een beetje zo. Ja, je moet er veel dichterbij. Die steun is maar 40 centimeter of zo, hè. En hoger, ja. Ja. Bagagerek. Mooi. Ja, dat is jammer, hè. Kunt ze niet laten passen? Nee. Oei, ja, ik heb met een gradenboog gelegd zoals je moet. En deze zit al met een gradenboog vastgelast zoals je moet. En dan meet ik van hoek op hoek. En dan, wat zou het ongeveer zijn? 133,9. Ja, maar kijken. 133,5 is hij daar. Dus hij is 4 mm niet goed, zo maar te zeggen. Vind ik best wel goed over zoveel lassen en zoveel hoeken en dingen. Daar valt me niks tegen. Maar dan kunnen we hem wel gewoon helemaal goed leggen daar. Moet hij naar, even kijken, 133,5, dat is zeg maar een paar ongeveer. Zoiets. Kijk, zo vast blubberiseren en dan is het een feestje. Oh. Op tijd dicht doen. Die is ook niet last. Dat is maar een hechtje wat je ervan vangt. Ja, dan moet je rekening houden dat hier natuurlijk dat blok op komt. Dus daar komt er nog een beetje vanaf eigenlijk, hè? Ja, dit komt best goed volgens mij. Ja, dit komt gewoon goed. Daar ben ik niet zo bang voor eigenlijk. Ik denk dat we gewoon dat we die beugel erin kunnen lassen als we willen. Oh, moeten we die misschien buiten de slijpen dan? Deze. Deze kant op, ja. Alleen moeten we even meten hoe lang die hoekjes zijn hierin komen. Ja. Ja, zo is het ook denk ik. Als we gewoon zo afslijpen, ik denk dat we dan goed zijn.
zo. Kan deze ook weer. Oh, waarom moet deze? Nee, deze komt los, dat is het. Lelijk bananenijzer. Hij gaat niet precies in de vorm die wij willen. Hij is met walsen is hij een beetje, zeg maar, zo gegaan. En nou zitten wij met al onze klemmen, zeg maar. Het volledige assortiment. Probeer hem, zeg maar, een beetje te plooien. We hebben hem eerst hier opgespannen om te zorgen dat hij in ieder geval wel deze radius bleef houden. Hij heeft wel wat gedaan, maar het had meer mogen zijn. Oké, laten we die klemmen er maar afhalen dan. Ja, moet ze wel even allemaal een beetje geven, want anders worden er een paar overbelast, zeg maar. Maar te ver afgelegd, past hij sowieso. Ja, normaal had hij te veel moeten zijn, tot 308. Maar goed, dan moeten we rekening houden met die hoeklijntjes als we die gaan maken. Maar voor de rest maakt het ook niks uit. Het enige wat heel belangrijk is natuurlijk deze maat nou. Die 133. Oh, die deze. Dat is echt vanaf het punt helemaal. Ja, dat is hij wel. Ja, dan kunnen we hem zo vast lassen. Dus daar zouden we gewoon goed moeten zijn. Kijk. Moet je blastafel lossen. Oh. Ja. Bevestigingspunten eraan. Klaar. Oh nee, je moet er nog schoortjes in trouwens een paar. Maar deze, die kunnen morgen aan gaan hangen al. Dit gaat vlot. Als het goed is, komen er morgen ook spulletjes binnen van Indy. Waaronder tappen en draadeinden. Want die hebben we hier nog voor nodig, hè, om die verstelbare steunen te maken. Maar dan kunnen we het helemaal afwerken. Ik denk dat het moet lukken, toch? Zeker. We liggen goed op schema. Het is, die bodems erin lassen gaat snel. Ja, eens even kijken of dat we die gesneden bochtjes morgen hebben. Dat is wel belangrijk nog, natuurlijk. Ja. Anders moeten we daar even iets anders in lassen, denk ik. Ik wil morgen eigenlijk wel helemaal eraan kunnen hangen, uiteraard. Oké, okay. Hey, maar het is ondertussen alweer tijd. Zo snel gaat dat, hè? Man. Dus ik zou zeggen, de English summary. In de description. Ik wijs niet meer op het scherm, hoor. Het is goed. En voor de comments van hetzelfde. Ik zou zeggen, mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Tot de volgende.